In de serie Buren in Europa, dit keer aandacht voor dieren. Voor mensen is de grens altijd een barrière geweest. Maar dat geldt zeker niet voor zoogdieren. Nou ja, grenzen voor dieren bestaan niet. Ja, als je er een betonnen bak van maakt, dan is het een grens. Of als je er een muur tussen zet, dan is het een grens voor dieren. Of een hek. Maar ja, een landsgrens, dat is geen grens. De provincie Limburg heeft sinds de eeuwwisseling te maken met een ware invasie van dieren uit Duitsland. Het wild zwijn komt hier van alle kanten binnen. De bever was uitgestorven en is tegenwoordig bijna een plaag. En ook de wolf is bezig aan een opmars uit het oosten. En in het Veilander Bos zijn ze blij met de wilde kat die uit de Eifel komt. Die wilde kat die was uitgestorven in Nederland en al heel lang, al sinds de vroege middeleeuwen. En de laatste jaren zien wij steeds vaker wilde katten zien. In ieder geval, we zien ze voor de camera's verschijnen. En we weten dat de wilde kat zich nu stilletjes aan het verspreiden is over Limburg. Om de opmars van de wilde kat te volgen worden overal infraroodcamera's geplaatst. Die 's nachts aanspringen als ze dieren voorbij lopen. Beetje schuin naar de grond. Die hangt goed. En nou zal ik een... Stik ik hier een stokje in de grond. En zo meteen kan ik op dat stokje wat geurstof smeren. En dan hoop ik dat de kat voor de camera even stilhoudt. En dan kunnen we hem goed filmen. Niet alle dieren uit Duitsland zijn welkom. De wasbeer is inmiddels ook betrapt aan de grens. Eerder dit jaar werd er voor het eerst eentje vastgelegd op een cameraval in de buurt van Sittard. Maar deze soort hoort hier eigenlijk niet thuis. De wasbeer komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en kan veel schade aanrichten. Ja, eet hier allemaal dieren op wat niet de bedoeling is. En daarnaast lopen ze ook nog huizen. Dus dat is niet echt best. Wat moet ermee gebeuren? Ja, wat moet ermee gebeuren? De Duitsers schieten ze af en vangen er heel veel en maken ze dood. In Nederland is er nog niet echt beleid rond. En de vraag is, ja, wat nu? Aan de invasie van wilde dieren lijkt maar geen einde te komen. Onlangs is hier de eerste Duitse otter gesignaleerd. Op alle fronten worden we dus door de Duitsers afgetroefd. Nou, ik denk dat ze wel flink voorstaan. Dat Duitsland flink voorstaat op Nederland wat dat betreft. Voor het aanleveren van, in ieder geval van zoogdieren, ja. Nou, dat proces is begonnen en dat gaat ook door. Het is niet alleen de wilde kat, het zijn de wilde zwijnen. Af en toe ook edelherten die binnenkomen. Boomachters is ook een soort die hier was uitgestorven, die nu hier in het bos weer zit vanuit Duitsland gekomen. Dus dat blijft doorgaan. In principe is het een zegen, want het laat zien dat dit bos, dit ecosysteem, die draagkracht heeft om ook die roofdieren, die top van die voedselketen, een plek te bieden. Dus het is een hele goede ontwikkeling.